Radio 538. Je hoorde The Weeknd in Blinding Lights. De avond van 538. Daniel. Ons leven verplaatst zich steeds meer naar het internet. En dat maakt ons leven ook steeds onveiliger. Want hoe meer dingen we online doen, hoe meer daar misbruik van gemaakt kan worden. Van je bankzaken, maar ook door bijvoorbeeld nepnieuws te verspreiden. En er zijn nog allerlei andere manieren waarop je eigenlijk een nare ervaring kan overhouden aan het internet. Dus schreef de Europese Commissie een wedstrijd uit. Blockchains for Social Good. Die blockchains, dat zijn eigenlijk dingen als Bitcoin en zo. Maar goed, ik ga het iets specifieker vragen aan Bas van der Land. Want die heeft namelijk die wedstrijd gewonnen met zijn idee Wordproof. Bas, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, jij moet maar gewoon even uitleggen wat zo'n blockchain is. Want ik kan het wel doen, maar daar ben jij veel beter in. Wat is een blockchain? Met een blockchain kan je... Het is eigenlijk een soort database. Alleen staat het niet op één computer, maar op heel veel verschillende computers. En daardoor kan niet één iemand daar iets in veranderen zonder dat een ander dat doorheeft. En dat is wat de techniek is. Maar wat kan je daarmee? Daarmee kan je bijvoorbeeld, en dat is waar wij een voorstel over geschreven hebben, kun je oplossingen voor fake news en online fraude. En eigenlijk kunnen we dat internet stapje voor stapje opnieuw bouwen. Zodat het een plek die veilig is voor kinderen, onze ouders en ook een beetje voor onszelf. Ja, want jullie hebben dus iets bedacht hoe je dus... De challenge van de EU was eigenlijk, joh, gebruik die blockchain voor iets waar we met z'n allen van winnen, zeg maar. En in jullie idee is om... het heet Wordproof en om dus WordPress veiliger te maken. Hè? Wat is WordPress en hoe zit dat? We zijn begonnen met WordPress. En WordPress is een manier waarmee je je website kan publiceren op het internet. Mm-hmm. Daar werk ik al mijn hele leven mee. Ongeveer 38% van alle websites gebruikt die WordPress-techniek. En het is open source software. Wat betekent dat? Iedereen kan het gratis downloaden en ermee aan de slag. En daarom is hun marktaandeel zo groot. Mm-hmm. Omdat het ook best makkelijk is ondertussen. Wordproof zorgt ervoor dat je kan aantonen dat je niet gewoon rommelt hebt met je content. Dat kan je doen aan mensen, maar ook aan zoekmachines. En dat is een groot voordeel in deze gekke tijd met zoveel online fraude, met zoveel misinformatie. Ja, dus dat zou bijvoorbeeld betekenen dat, dat als er 15 blogs zijn die over het coronavirus schrijven, dat jullie die ene blog die met daadwerkelijke betrouwbare informatie komt kunnen verifiëren en ook tegen de zoekmachine kunnen zeggen, dit is de blog die het beste kan lezen, want de rest is allemaal onzin. Nou, je kan twee dingen doen. Je kan enerzijds zeggen, dit is deze content, of dit artikel bestond op dit moment en daar is later niet mee gerommeld. Want als je zegt, nou, ik pas een getalletje aan en dat gebeurt best wel veel, dan kun je altijd zien, oh, dat is veranderd. En ding nummer twee is dat je kan zien wie de afzender is. Dat is, dus bijvoorbeeld, je kan zo voorstellen, je kan echt als lezer checken of iets door een dokter of echt door die politicus geschreven is. En dat is een groot verschil, want nu moet je echt nog vertrouwen op het mediamerk dat het klopt, zeg maar. Ja, dus een soort van digitale handtekeningsaspect zit er ook in. Nou, hebben jullie een miljoen gewonnen met deze competitie? Wat echt wel een aardig bedrag is. Ik bedoel, in business misschien iets kleiner dan als het op je privérekening zou staan. Maar dan nog, je kan er best wel wat mee doen. Wat gaan jullie daarmee doen? Ja. Nou, wat gaan we ermee doen? We gaan zorgen, we zijn begonnen met WordPress, dus dat het ook op andere platforms komt. Daarnaast gaan we zorgen dat, voor adoptie bij nieuwsspelers. En misschien is het wel leuk om te kijken wat juist de luisteraar of juist de kijker daaraan heeft. Want dan wordt het wat logischer wat het is. Mm-hmm. Heel vaak op een website, hier staan laatst gewijzigd 2 uur geleden. Vroeger, of je kan zeggen, wauw, dat is transparant. Maar je kan ook zeggen, hé, wat stond daar 2 uur geleden, wat ik nu niet meer mag zien. Ja. En wat wij aan het doen zijn, is echt die shift van, dat is ook een oproep aan alle luisteraars, van, dus hier een keer 2 uur geleden wordt laatst verwijzigd en je bent nieuwsgierig wat er stond, stuur gewoon een mailtje naar die redactie. Wij zijn echt die switch aan het maken. Zorgen, educatie, opleiden. Word nieuwsgierig en wees brutaal. Vraag om transparantie. Ja, nou, ik ben heel erg nieuwsgierig in hoeverre jullie het internet verder gaan helpen. De start-up heet Wordproof. In ieder geval gefeliciteerd met het winnen van deze wedstrijd. En heel veel succes met het internet een iets veiligere plek maken, man. Dankjewel. Ja, ongeveer. Ja, dankjewel. Wordproof.io. Thanks. Aan de telefoon hoorde je Bas van der Lans. Hij is een van de oprichters van deze nieuwe start-up. Zometeen hier muziek van Wild Styles, Year of Summer. En dit is Gold Kimono met Two Tomorrow. I think 15 that I was.